Graaf 1.2 b. Ik heb twee factoren a en b. A is de vector uh, 1 min 2. Nou, dan ga ik 1 naar rechts en 1, 2 naar beneden. Kijk hier de vector a. Oké. Okay. De tweede vector b is 1, 1. Mooi. Kijk hier 1 naar rechts, 1 omhoog. De vector b. Zoiets. Dan wil ik de hoek weten tussen de vector a plus b. Plus b. En de vector a min b. Nou, gaan we eerst even berekenen. a plus b is 1 min 2. Dat tel ik bij op 1, 1. En dan krijg ik 1 plus 1 is 2. En dat wordt min 1. Hè? Gaan we meteen even tekenen. 2 min 1. Zit ik dus daar. Uh, dit is de vector met een beetje smokkelen. A plus B. Klopt het ook? Ik heb hier de vector A. Zet ik de vector B bij op? Ja, moet kunnen. A min B. Dat is 1 min 2. Min 1, 1. 1 min 1 is 0. En min 2 min 1 is min 3. Dan zit ik. Uh, hier eentje nog naar beneden. 0 min 3. Dat is A min B. Even checken. Ik heb hier de vector A. tegengesteld B kom ik inderdaad daaruit. Mooi. Nu wil ik ook weten tussen deze twee vectoren. Die zit hier. Noem ik even phi. Hoe ga je dat doen? Nou, we weten dat het inwendig product van A en B van twee vectoren, is de lengte van A keer de lengte van b keer de cosinus van de hoek die ertussen zit. Dan kun je ook zeggen, ja, maar dan is de cosinus van de hoek is het inwendig product gedeeld door de lengte van a keer de lengte van b. Maar nu heb ik natuurlijk niet vectoren a en b, maar nu heb ik andere vectoren, heb ik namelijk cosinus φ, is eigenlijk het inwendig product van a plus b. Met a min b. En hier heb ik de lengte niet van a, maar van a plus b. Keer de lengte van a min b. Nou, die gaan we uitrekenen. Cosinus phi is. Um, nou, het inwendig product. Kom maar op. Breukstreep. a plus b is 2 min 1 keer uh, 0 min 3. Dan moet ik de lengte van die eerste vector hebben. Nou, de lengte is 2 in het kwadraat is 4 plus 1 in het kwadraat wordt wortel 5. Als ik naar het plaatje kijk, wat is de lengte van deze vector als die 3 naar beneden gaat? Die is gewoon 3, hè? Heel goed. Is 2 keer 0 is 0. En min 1 keer min 3 is 3. Gedeeld door 3 wortel 5. Nou houden we niet zo van wortels in de noemer. Dus wat gaan we doen? Ik maak hier van 1 gedeeld door wortel 5. Hè, want ik kan die 3 wel wegstrepen. Vermenigvuldig ik met wortel 5 gedeeld door wortel 5. Nou wat is wortel 5 keer wortel 5? 5 hè. Dus ik krijg 1 vijfde wortel 5. Dat is de cosinus. Even lezen wat er gevraagd wordt. Wat is de hoek? Oké. Okay. Dan zeggen we de hoek. 4 is arc cosinus 1 5de wortel 5. Hebben we hebben toch de rekenmachine nog eens nodig. Uh, mode controleren. Even naar graden. En dan zeggen we second cosinus. Arc cosinus van de wortel van 5 gedeeld door 5. Is 63,4 graden. Nou, als we naar het plaatje kijken, zou het kunnen hè? Zou kunnen.